Goedendag iedereen, bedankt voor jullie aanwezigheid. Leuk dat er zo'n grote opkomst is. Mijn naam is Dennis Matthijssen en ik ben Corporate Account Manager bij Credon. Tijdens dit webinar zal ik u een live demo geven over het Credon Decision Model. En heeft u de kans om direct vragen te stellen. Als de tijd toelaat, zullen we deze ook proberen direct te beantwoorden. Het webinar van vandaag duurt ongeveer 30 minuten. Dat is inclusief een Q&A-sessie aan het eind. Ook tijdens het webinar heeft u een chatmogelijkheid om uw vragen of opmerkingen in kenbaar te maken. Als we door tijdgebrek niet al uw vragen kunnen beantwoorden, ontvangt u een persoonlijk antwoord na afloop van het webinar. En na het webinar bezorgen wij u ook een link, zodat u de presentatie later nog een keer rustig kunt doornemen. Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om ook iets over de Credon mogelijkheden te vertellen voordat we naar het Credon Decision Model gaan. Credon biedt business intelligence oplossingen op het gebied van credit management, risk compliance en marketinginformatie. We helpen bedrijven onder andere met het voorkomen van risico's en imagoschade door snel en efficiënt te kunnen voldoen aan wet en regelgeving. Bovendien ondersteunt Credon een diepgaande screening van klanten en prospects op uniforme wijze en bij het inrichten van een risicogeoriënteerd integriteitsbeleid. Meer informatie over onze oplossingen kunt u terecht op onze website www.credon.nl. Dan gaan we nu over naar de presentatie en ga ik beginnen om iets te vertellen over Credon Insights. Dat is onze nieuwste platform. Daarna gaan we naar het Credon Decision Model. Dan zullen we een live demo gaan laten zien over het Credon Decision Model. En uiteindelijk zullen we eindigen met de Q&A's. Rechts in beeld heeft u de mogelijkheid om een vraag in te typen. Deze komt bij ons binnen en zullen we indien mogelijk direct beantwoorden. Credon Insight is ons nieuwste platform binnen Credon en wij zullen hier data gaan vertalen naar inzichten, waardoor u betere beslissingen kunt nemen en uw bedrijfsresultaat uiteindelijk zult optimaliseren. Ook hierover geldt op www.credon.nl kunt u meer informatie vinden. Onze inzichten die zullen u gaan helpen om de winst te gaan vergroten, uw marktpotentieel te gaan vergroten middels nieuw business, uw kosten zullen verlaagd gaan worden en uiteindelijk ook zullen de risico's worden beperkt. De eigenschappen die onze inzichten hebben, we hebben een bewezen impact op uw cashflow, het is unieke content, het is schaalbaar, ook binnen uw organisatie, het is voorspellend en actiegericht, dat wil zeggen dat u er direct mee aan de slag kunt. Dan gaan we nu over naar het Credon Decision Model. Het Credon Decision Model is de eerste oplossing die via Credon Insights toegankelijk is. Het is een model dat uw acceptatiebeleid via vooraf gedefinieerde parameters vertaalt naar business rules. De visuele weergave van het model maakt elke beslissing voor iedereen makkelijk te begrijpen en te analyseren. Het geautomatiseerde beslissingsproces zorgt bovendien snel en efficiënt voor een objectieve en uniforme beoordeling van al uw klanten en prospecten en natuurlijk ook uw leveranciers. Mocht u nou na dit webinar direct interesse hebben, dan hebben wij een aantal consultants vrijgehouden om zo snel mogelijk bij u binnen het bedrijf het model te kunnen inrichten. Voordelen die het Credon Decision Model u biedt. Het is een uniform en objectief beslissingsproces. U zult er tijdwinst door gaan behalen. Flexibele business rules die ten alle tijden zijn aan te passen. En door de instroom van gescreende klanten creëert u een stabiele klantportefeuille met groeikansen. Visueel inzichtelijk en daardoor bruikbaar voor non-financials. Sales is bijvoorbeeld niet langer afhankelijk van finance om klanten te accepteren. Iedereen kan met het Credon Decision Model werken. We hebben een model management waarin u uw modellen kunt wijzigen en kunt verbeteren. Alle data is objectief en up-to-date. Dit is ook 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar voor u. En het is mogelijk om een audit trail te houden. Iedere check wordt automatisch opgeslagen en kan op een later moment nogmaals worden bekeken waarom u op dat moment een klant of een prospect geaccepteerd of afgewezen. Dan gaan we nu over naar de demo van het Credon Decision Model.
Als u inlogt in het Gradle Decision Model, komt u in het volgende scherm. Hier heeft u de mogelijkheid om direct een bedrijf te gaan zoeken en te gaan toetsen. U kunt een beslismodel maken. U heeft toegang tot het archief waarin u altijd de eerder uitgevoerde checks kunt terugzien met de uitkomst van toen de tijd. Het modelmanagement waar wij een beslissingsmodel kunnen wijzigen, verwijderen of activeren. Daarnaast hebben wij het management dashboard. Dit is een beta versie op dit moment, maar deze krijgt u erbij en geeft u inzichten in het beslissingsmodel dat u gebruikt. Daarover straks meer. We beginnen met het maken van een beslissingsmodel. Dit zult u altijd in het begin één keer gaan doen, waarna u vervolgens heel eenvoudig een bedrijf kunt zoeken en screenen. De eerste keuze die u heeft, is dat u aangeeft voor welk land u een beslissingsmodel wilt maken. En dat gaat dan over de bedrijven die in welk land gevestigd zijn, welke u wilt gaan toetsen. Dit kan in België, in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. We hebben drie modellen die zijn standaard voor u klaargezet. Defensief, gebalanceerd en offensief. Bij offensief kiest u voor maximale klantacceptatie. Daartegenover staat dat u ook een grotere kans heeft op afschrijvingen. Bij defensief zult u minder klanten accepteren, maar heeft u ook een kleinere kans op afschrijvingen. En gebalanceerd zit hier in het midden. U heeft later altijd de mogelijkheid om hier de risico's of de kansen nog te kunnen wijzigen. Ik heb hier gekozen voor gebalanceerd en de eerste vraag die u gesteld wordt, wat een acceptabel percentage is om af te schrijven op uw omzet. Deze kunt u middels de muis kunt u deze instellen en bij gebalanceerd loopt deze van 1 tot 3%. In dit voorbeeld laat ik hem op 2% staan. Hier zien wij vervolgens het hele beslissingsmodel die wij kunnen wijzigen en aanpassen. En hier ziet u ook alle stappen die doorlopen gaan worden als we zo'n bedrijf gaan toetsen. Hier is het van belang dat u een naam geeft aan dit model. Kiest u ook een naam die u later eenvoudig kunt terugvinden, want u heeft de mogelijkheid om meerdere modellen tegelijk te activeren. En ik kan me voorstellen dat u een eigen model voor klanten heeft en een ander model wilt gebruiken voor leveranciers. Nou, in dit voorbeeld gaan we uit van prospect, bouw, NL, want ik toets zelf ook prospects in de bouw in andere landen. En zo is het voor mij duidelijk wat dit model doet. Ik sla hem op. En vervolgens gaan wij het model inrichten. De eerste vraag die gesteld wordt is, is het bedrijf actief? Nou, daar hebben we twee uitkomsten mogelijk. Uitkomsten zijn er mogelijk. Dat is ja, het bedrijf is actief of nee, het bedrijf is niet actief. Nou, als het bedrijf actief is, dan willen wij door naar de volgende stap in het model. En dan gaan we kijken naar het kredietlimiet. Als het bedrijf niet actief is, dan wil ik hem afwijzen. Ik heb hier ook de mogelijkheid om doorverwijzen te kiezen, indien u wenst dat hij wordt doorverwezen naar het management of naar een collega. Maar ik kies voor afwijzen en ik geef hier nog een omschrijving aan, dat ik straks ook weet waarom dit bedrijf is afgewezen. Bedrijf inactief. Deze slaan we op en we zien het model. Nou, we zien hier dat als het bedrijf niet actief is, dan gaan we hem afwijzen. Is het bedrijf wel actief, dan gaan we naar de volgende stap. En dat is het kredietlimiet. Ik klik erop. En bij het kredietlimiet hebben wij drie antwoordenmogelijkheden. Het eerste is dat het afgegeven kredietlimiet door Gradle 0 is. Nou, in dat geval wil ik hem afwijzen. Daar zou ik dan ook weer een uitkomst, een omschrijving bij kunnen geven. Vervolgens gaan we kijken hoe het kredietadvies wat Gradle afgeeft zich verhoudt ten opzichte van de orderwaarde die u straks zelf gaat ingeven. U kunt hier een multiplier kunt u zelf invoeren en wijzigen. Ik zet hem hier standaard op 1. En dan is de eerste uitkomstmogelijkheid is als één keer het afgegeven kredietlimiet van Gradle kleiner of gelijk is aan de orderwaarde. Wat wil ik dan doen? Nou, dan wil ik door naar de volgende stap. Als het kredietlimiet wat ik afgeef groter is dan de orderwaarde, dan wil ik ook door naar de volgende stap. Maar dan wil ik op een andere manier naar de kans op faillissement gaan kijken. Ik kan hem voor dit voorbeeld, zal ik hem, dat als het kredietlimiet te klein is ten opzichte van de orderwaarde, zal ik kiezen voor doorverwijzen. En zal ik hier uit of opgeven dat
de orderwaarde te hoog is. Dan kunnen we soms ineens zien wat dit doet. Deze sla ik vervolgens ook weer op. Nou, dan zien we hier bij het kredietlimiet, als het afgegeven kredietlimiet 0 is, wijzen we hem af. Is het afgegeven kredietlimiet van Gredon kleiner of gelijk aan de orderwaarde, dan verwijzen we hem door. En is het kredietlimiet groter dan de opgegeven orderwaarde, dan gaan we door naar de volgende stap. Dat is de probability of default. Dat zegt dat een bedrijf de kans op wanbetaling binnen 12 maanden. Het kan zijn dat wij geen PD-percentage afgeven, dan noemen wij dat not rated. Dat kan verschillende redenen hebben. In dat geval wil ik hem doorverwijzen en heeft hij ook weer de mogelijkheid om daar een omschrijving bij te geven. Is nou de kans op faillissement kleiner of gelijk dan 2%, dan ga ik door naar de volgende stap. En is de kans op wanbetaling binnen 12 maanden groter dan 2%, ga ik ook door naar de volgende stap. Nou, vervolgens kunnen we hier naar het betaalgedrag kijken. En dat is het betaalgedrag wat bij ons bekend is. Scoort hij lager dan een 5,5, dan kunnen wij zeggen we gaan hem afwijzen of doorverwijzen. Of we kunnen hem accepteren, maar dan met vooruitbetaling. Nou, als we dan het hele model gemaakt hebben, dan slaan wij hem op. Dan komen wij automatisch in het modelmanagement terecht, zoals wij hier links zien. En dan zien we alle modellen staan die wij eerder gemaakt hebben. We zien blauwe en grijze staan. Blauw wil zeggen dat ze actief zijn en dat u ze kunt gebruiken. Nou, ik ga hem hier activeren, maar ik zou hem hier ook kunnen wijzigen of verwijderen. Hij is nu actief en vanaf nu kunnen wij dit model gebruiken om bedrijven te gaan toetsen. Nou, ik ga een bedrijf opzoeken. Vervolgens krijgen wij hier ook weer de vraag, bevindt het bedrijf zich in België, Nederland of het Verenigd Koninkrijk? U heeft ook de mogelijkheid om uitgebreid te zoeken op adres. Ik ga het bedrijf zoeken. Bouwbedrijf Wekerom. Hieronder ziet u... Nou, ik ben op zoek naar dit bedrijf, gevestigd in Wekerom. Selecteer. Vervolgens heb ik hier de mogelijkheid om het beslismodel te kiezen die ik wil gaan gebruiken. Nou, we hebben het prospect BouwNL gemaakt. En ik vul de orderwaarde in. In dit geval een order van 1000 euro. En voer checkout. Nu loopt dit bedrijf door het beslismodel zoals wij het net gemaakt hebben. En zien wij direct accepteren. We zien hieronder ook de stappen die zijn doorlopen. Het bedrijf is actief. Het kredietlimiet is 2000 euro. Wij vroegen om 1000 euro als het past. Kans op wanbetaling is lager als dat wij hebben opgegeven en de betaalscore is ook goed. Vervolgens heeft u hier de mogelijkheid om op klaar te klikken en komt u direct in het scherm bij de volgende check. Nou zal ik hem nog een keer gaan opzoeken. Bouwbedrijf Wekerom. Maar nu voer ik een orderwaarde in van 10.000 euro. En nu zult u zien dat de uitkomst is doorverwijzen met als reden orderwaarde te hoog. Kunt u later dus altijd weten waarom hebben wij dit bedrijf niet geaccepteerd maar doorverwijzen. Vervolgens heeft u hier de mogelijkheid om een referentie toe te voegen. En mijn advies, voer daar de naam in van degene die de check uitvoert. En bij notities kunt u bijvoorbeeld het project opgeven waarom u deze heeft getoetst. We kunnen hem downloaden als PDF, zodat u hem zelf ook nog kunt opslaan. En wij hebben de mogelijkheid om dit resultaat te delen. Want hier kies ik doorverwijzen. Wat er gebeurt, er wordt direct een mail klaargezet met het onderwerp. Er is een creditcheck met je gedeeld en hier staat in. U voert alleen het e-mailadres in en de ontvanger klikt op deze link en die ziet gelijk de uitkomst van deze check. Hieronder heeft u ook nog de mogelijkheid om op Gradient Insights, daar ziet u de scores die wij allemaal vrijgeven over dit bedrijf. U heeft de mogelijkheid om naar de jaarrekening van de afgelopen 5 jaar te kijken. Bedrijfsverbindingen voor moederbedrijf, dochterbedrijf, eventueel zusterbedrijven en algemene bedrijfsgegevens. Wat is het voor bedrijf en waar bevindt het zich? In het archief heeft u de mogelijkheid om te kijken van wat heb ik de afgelopen tijd getoetst en wat is de uitkomst daarvan? Nou, modelmanagement hebben wij eerder besproken. Daar heeft u de mogelijkheid om dit model te wijzigen of te activeren en ook te deactiveren. En het management dashboard. Zoals ik al zei, dit is een beta-versie, maar hier kunt u al wel een behoorlijk aantal inzichten uithalen. De eerste grafiek geeft u inzicht in de acceptatiegraad. Hier ziet u de maanden en wat u in die maanden getoetst heeft.
Het aantal bedrijven dat geaccepteerd is doorverwezen of is afgewezen. Nou, hier ziet u het aantal checks en de gemiddelde orderwaarde die u steeds heeft opgegeven. U heeft hier de mogelijkheid om op een grafiek te klikken. Dan komen wij in het volgende scherm. En vanuit hier kunt u een bestand downloaden als VSV-bestand. U heeft ook de mogelijkheid om filters te selecteren. Ik wil bijvoorbeeld alleen bedrijven in de industrie zien die of bouwnijverheid en die zich bevinden in Nederland. Dan zou u hier ook nog kunnen zeggen, ik wil alleen die bedrijven die geaccepteerd zijn. En als u dan klikt op download als CSV-bestand, komt er het volgende bestand naar boven. Hier ziet u het graden bedrijfsnummer, het bedrijf wat u getoetst heeft, in welk land het zich bevindt, de referentie die is opgegeven, wat de uitkomst van de toets is en wanneer het gedaan is. En ook de orderwaarde die u heeft opgegeven. Voor zover het Graydon Decision Model. Hiermee hebben we het einde van de presentatie over het Graydon Decision Model bereikt. We hebben een aantal interessante vragen al ontvangen. De eerste die wij ontvangen hebben is van Nicole. En die vraagt zich af of het inzicht kan hebben in het aantal checks wat haar mensen per maand hebben uitgevoerd. Ja, dat is mogelijk, want middels de download van Excel kunt u gaan selecteren of filteren op de referentie en kunt u precies zien wie wat gedaan heeft en wanneer. Daarnaast vraagt Hendrik of deze tool ook in het Engels beschikbaar is. Ja, dat is zeker mogelijk. Wij kunnen bovenaan in het scherm kunnen wij kiezen tussen Engels, Frans en Nederlands. Dan ga ik nog. Even terug in deze slide. Mochten er nog vragen zijn over dit webinar, kunt u contact opnemen met webinar@graylon.nl. Mocht u nou zo snel mogelijk willen hebben, kunt u dat hier ook opgeven en zorgen dat er direct met u contact wordt opgenomen. Als er later nog vragen zijn, dan kunt u ook kijken op graylon.nl. En wij zouden het fijn vinden als u na het afsluiten van dit webinar onze survey die u in het scherm krijgt zou willen beantwoorden. Zo kunnen wij steeds ons webinar verbeteren. En natuurlijk bedankt voor uw aanwezigheid en we hopen u een volgende keer nogmaals te mogen verwelkomen. Een fijne dag en graag tot de volgende keer.